Hier is het gewoon helemaal uitgestorven. Het is echt niet normaal. En dit is dan de Jumbo. Ah, we hebben ook een Jumbo hier zo in het dorp. Yo, hallo Pritviers. Leuk dat jullie weer kijken naar Split Splint, een nieuwe video. En vandaag dacht ik, ik laat een keer gewoon het dorp zien waar ik in woon. Hier is het gewoon helemaal uitgestorven. Het is echt niet normaal. Kijk, dit stuk is dan uitgestorven of zo. Maar dat stuk daar is ook uitgestorven. Oké. Ja, ik kom net van de bus. Ik kom net van stage. Dus dat was super leuk natuurlijk. Dit is dan de Jumbo. Ah, we hebben ook een Jumbo hier zo in het dorp. Dat is echt niet normaal, weet je. Oké, dit is dan gewoon de kroeg van Bergsnoek. Het is toch geweldig. Het is toch leuk. Kijk, kan je lekker zitten, lekker biertje drinken. Het is toch geweldig. Ja, en we hebben zelfs hebben wij gewoon een plus. Ja, dit is dan de koele huis. Hier koop je alle coole dingen. You see me rolling. Dus ja. Mensen dachten wel dat het een klein dorpje was. Maar één ding. Bergsnoek is super vet. Serieus. Het is echt super cool. Dus ja, dat is de plus. En nu ga ik weer naar huis lopen. En dat wordt ook natuurlijk hartstikke gaaf natuurlijk. Niemand is nu bijna op het dorp. Alleen een hardloper geloof ik. Maar ja, nee, dat moet je even wegdenken. Daar is gewoon niemand, weet je wel. Het is echt een spookstad. Echt waar. Het wordt heel spannend hoor. Straks komen er allemaal spoken. En ja, die gaan je natuurlijk vermoorden natuurlijk, om te weten, toch? Kijk, mooie auto, je ziet me rolling. Ja, dat is leuk. Ik geloof dat dat zelfs een kijker was. Ik loop een stukje naar huis. Dit is gewoon mijn oude kapper. Nu doe ik maar gewoon zelf. En dit is mijn oude kapper geweest. Jazeker, leuk joh. Kijk, dit is ook interessant. Kijk dan. Dit is dus waar ik vroeger altijd steentjes plop in het water gooide. Nou mensen, bij deze man deed ik altijd steentjes rapen. Hier deed ik het altijd. Toen ging ik vroeger altijd. Je mocht maar 2 steentjes pakken, hè? Want anders, als je er 3 had, dat was gevaarlijk, zie je? Dat was gevaarlijk. Maar hier pak je gewoon die steentjes en je gaat. Vroeger, hè? Niet nu. Nee, nu doe ik het niet meer. Nee. Dat is niet zo cool natuurlijk. Want ik ben nu een coole boy. En dat zijn prullenbakken. En ja, dat is ook vet toch? Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze vlog. Doe alvast een duimpje omhoog. Laten we lekker de 40 duimpjes halen. Omdat het kan, hè? Omdat het kan. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En plaats een leuke reactie wat jij van zulke vlogjes vindt. Dat ik even een beetje laat zien waar ik woon. Of wat ik doe. Moet ik een keer een huistour maken misschien? Dat ik gewoon een keer mijn huis laat zien of zo. Dat is misschien vet. En ja, ik zie jullie weer later. Doei, bitches. Gaat dat godverdomme. Godverdomme.